Het is een klassieker in het zaterdagvoetbal. Spakenburg tegen Katwijk, maar dat Spakenburg al bezig is met de play-offs blijkt wel uit het feit dat maar liefst 6 spelers die vorige week tegen Jong Sparta in de basis stonden, nu niet in het elftal staan. De eerste mogelijkheid voor Katwijk is dan ook voor aanvoerder Robert Suzan. Want dat is wel op volle oorlogsterkte, Katwijk. We houden dan de blessures. Maar er wordt niemand gespaard en dat hoeft ook niet in de laatste wedstrijd van de competitie. Mengerink is weg, Doua in de achtervolging en Doua doet dat in eendrachtige samenwerking met doelman André Krul goed. Mengerink dacht de 1-0 te kunnen maken. Hoekschop. De kopbal van Benny van Noord buiten bereik van Krul. Maar de paal redt Spakenburg. Ames Guiou. En opnieuw een hoekschop voor Katwijk. Deze leverde niets op. Krul met de verre trap. Koelewijn. En Spakenburg mag een keer komen via Holder. Ames Guiou speelde een paar weken in het tweede. Omdat hij speelminuten wilde maken en voetbalplezier wilde hebben. Tegen Katwijk is hij zelfs aanvoerder. Pilon, is dat geen hens? Dit is wel een goed schot. En de redding van doelman Verstraeten, vervanger van de geblesseerde Mark de Vries, is ook goed. Is de mogelijkheid voor Spakenburg, veel supporters van Katwijk mee. In tegenstelling tot in de wedstrijd in Katwijk een paar maanden geleden, gingen de supportersgroepen nu uiterst vriendelijk met elkaar om. Angulo legt de bal terug van Noord en Mengerink met de 0-1. Na 28 minuten komt Katwijk, en dat is dik verdiend, op een 1-0 voorsprong. Na eigenlijk een mislukt schot van Benny van Noord is dit de 9e van Marciano Mengerink. En Katwijk blijft beter. Krul denkt hem te hebben. Oh, dat is een zeldzaam slippertje van die doelman. En Delort die doet zijn oude club niet nog meer pijn. Mark Delort baalt. Want had de 0-2 moeten maken. 0-1 de ruststand. De tweede helft met wat meer spelers bij Spakenburg erin die vorige week bij Jong Sparta ook meededen. De paas van Buitenhuis, die was voor rust al ingevallen. En ook Michael Lanting, de nummer 14, in de ploeg gekomen. Suzan. Oh, dit is een overtreding. Nee, geen overtreding van Koelewijn. En dus mag het door. Katwijk met gevaar, maar weer gevaar. Sanchez Angulo. En die zoekt het doel net iets te ver. Aardige poging van de buitenspeler van Katwijk. De nummer 4 van de competitie. HBS of Hercules wordt de tegenstander voor Spakenburg in de play-offs. Die woensdag beginnen. En dan moet het gaan gebeuren voor Spakenburg. De overtreding voor Draganovic. En de gele kaart voor de verdediger. Die kon hem hebben. Hij is speelgerechtigd voor de eerste play-offwedstrijd. Krul zet de muur. Suzan gaat het doen voor Katwijk. En dit is een aardige poging van Robert Suzan. Maar hij blijft op 12 treffers dit seizoen. Van Noord op Angulo. Met Draganovic. Van Wierenburg komt helpen. Maar krijgt hij de bal niet. Via Van Noord. Toch weer Angulo en nu wel van Wierenburg. Guus van Wierenburg doet dit goed. Is langs Draganovic. Daar is de voorzet en daar is dreiging van Katwijk. Maar niemand raakt die bal lekker. En dus kan Spakenburg opruimen. Met de inzet van Alders. Daar willen ze er wel een paar meer van Spakenburg. Hij was dicht bij zijn tweede, Marciano Mengerink. Weinig op het spel, niets op het spel. Toch weer zo'n 1200-1300 getrouwen op de Westmaat voor, zoals al gezegd, een amateurklassieker. Mengerink is weg. Behoudt hij het overzicht? Marciano Mengerink, ja! Nou, behoudt hij het overzicht? Het is 2-0 en het is een hele, hele goede goal. De 10e van het seizoen van Marciano Mengerink en die wordt gevierd met de fans van Katwijk. Maar Soepu Sepa laat zich wel heel makkelijk het bos insturen hier, de nummer 30 van Spakenburg. Opnieuw Katwijk, want dat wil Spakenburg nog wel meer pijn doen. Suzan.
Atjefai, de invaller bij Katwijk. Atjefai zoekt naar zijn rechter. Het schot is te slap om André Krul te verontrusten. Het is nog steeds niet zeker of André Krul, de doelman van Spakenburg, volgend seizoen ook bij de blauwe onder de lat staat. En dat schijnt niet af te hangen van degradatie of niet. Lanting. De band om de arm nadat Selim Amezghiou was gewisseld. Draganovic, dit is een mooie steekbal op Pilon. Pilon vrij voor Verstraten en dan is het 1-2. Het is een doekje voor het bloeden voor Spakenburg. Het 14e doelpunt van het seizoen voor Olivier Pilon. Maar wat nog gaat komen voor Spakenburg is veel belangrijker. De play-offs om in de tweede divisie te blijven. En wie Spakenburg de laatste weken heeft zien voetballen weet dat dat nog een hele zware klus zal worden voor de blauwe. Katwijk zien we zeker terug.